Kip mist alles en daar is weer Jimmy Boutstra. 10.000 man, ja. Iedereen was daarbij. Komen er mensen die zeggen, hé hey Peter, en dat is alleen maar van die tijd. Ik merkte dat ook, het was een echt team met een leider, Plaat, met adjudanten, Woutstra, Bruins. Mensen herkennen me nog steeds. En dan denk ik als jongens, het is voorbij, het is over. Basketbal was meer een way of living, zei ik altijd. Yeah. En daar is James Lister, 66-76. Het is een panopticum op het ogenblik hier in Leiden. Afstandsschot van Javon Zemmout! 3! Een fijne opening! Harry Kip, Roy Leisner, die zijn er helaas niet meer. Dat is wel een sentimenteel plaatje voor mij. Ja, daar heb ik mee gespeeld met de jongens. En als je elke dag met elkaar traint, dat is toch meer dan alleen maar een bepaalde... Het is een diepe vriendschap als je elke dag met elkaar sport. Ja. En Nico Bosman. Dat is de kapper, toch? Dat is de kapper, de bekende man. Hier staat hij ook. Hij is heel bekend in Leiden als omroeper. Van de wedstrijden. Wij spelen in onze eigen thuiszaal. Daarom nu, dit zijn de ploegen. Hier zijn Parker en hier zijn Nashua. Parker Leiden en Elmex Leiden horen bij de Leidse sportlegendes. Door het verdwijnen van het basketbal in de jaren 80 werd de beleving en de legende steeds groter. Kapper Nico Bosman, in de succesjaren de speaker van Leiden, hoort bij die legende. Nu 86 jaar heeft hij nog niks van zijn stemkracht en presentatie verloren. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom bij deze geweldige belangstelling bij deze wedstrijd. We gaan u nu de spelers voorstellen. Nummer 3, Leisner, Roy Leisner. Nummer 6, Cornelissen. Nummer 7, Mitchell Plaat. Nummer 8, Giddings. Nummer 10, Sid Bruinsma. 11, Jimmy Wouters. Nummer 12, Washington. Nummer 13, Chris Plaat. Nummer 14, Kruithof. En nummer 15, Harry Kip. Dames en heren, een fijne avond. Ja, hij was een mooie, kleurrijke man. Nog steeds. En, het is vooral die kloof. Ja, die hoorde bij het basketbal. Kapper Bosman met dat groene pak. En dat is leuk. Het is leuk om een legende te creëren en om een legende levendig te houden. Ik vind het nu tot op de dag van vandaag nog mooi als ik mensen ontmoet en ze gaan over die periode praten. Want dat is enkele jaren is dat... toch wel heel fijn geweest, hoor. Ja. Het was een geweldige ervaring, hoor. Enorm. En de parkentijd was natuurlijk ook legendarisch. Vooral omdat het de eerste keer was dat er profbasketbal in Nederland was. De bomen groeiden tot in de hemel, bij alle clubs. Mm-hmm. Dat ging bij alle clubs ineens ook achteruit daarna. Dus het is een hele korte oplevering geweest van, ik denk, een jaar of 5 of zo, 6 misschien.
En in die periode gebeurde er iets fantastisch. De play-offs tussen Leiden en Den Bosch, tussen Park en EBWC. De wedstrijden waar het om ging, om het kampioenschap. Meestal tussen deze twee ploegen. Ajax Feyenoord. En Den Bosch met minder glamour. Parken met de blitz. En Den Bosch die aan het langste eind trok. Want zo ging het. 10.000 mensen. Ja, 10.000 man. Ja. Zo'n grappig verhaal dat ik nu nog steeds mensen tegenkom in Leiden die zeggen ik was erbij en dan bedoelen ze deze wedstrijd. En als ik al die mensen zou optellen dan zou heel de stad Leiden met zijn 100.000 mannen geweest moeten zijn, want iedereen was daarbij. En dat was wat. Voor de stad waar nauwelijks topsoorten was, geen betaald voetbal. Voor de mensen die er wonen, omdat dit bracht Leiden op de kaart. En voor de krant, omdat dit in een tijd van nog geen internet, nog niet te veel tv, dat belangrijk was voor een krant. We werden gevolgd, dat was belangrijk. En het was, om het op zijn Engels te zeggen, the talk of the town. Iedereen had het over Parker Leiden. Hier zit ik. Dit is Peter Kopp, ook een Nederlandse speler. Ook een Tony Lamping, ook een jongen uit de omgeving. Dat is wel een, en Marcel Rijsbergen, ook uit Leiden. Dus toen hadden we toch nog vier Leidse spelers uit de jeugd van Leiden die toen speelden. Peter hoorde bij het beleid van Parker dat er een Leidenaar op de bank moest zitten. En die kreeg speelminuten als ze ruim voor stonden. En Peter kon goed basketballen trouwens. En mijn collega Erik Jan Berendsen, die hier werkt, heeft ook zo'n rol vervuld. Hans van Rode. Er moest een Leidse jongen bij zijn. En, nou ja, Leiden heeft een mooie basketbaltraditie met Bonastars en Bonaventura. De heer Kallenberg, iedereen kent hem in Leiden. Ja, Peter had ook zo'n status. Ja. Bestuur wist dat het een heel avontuur was om professioneel basketbal te Leiden gaan spelen. Dan komen er Amerikanen, Nederlands-Amerikanen, hele goede internationals die in Leiden komen spelen. En het bestuur had zoiets van, nou, er moet wel een herkenbaar Leidse speler in zitten. Anders dan ben je een club in Leiden, maar er is helemaal geen connectie meer met Leidse spelers. En als je jeugd opleidt en ze zien niemand van een Leiden in het eerste spelen, dan is het, dan klopt dat eigenlijk niet met elkaar. En dat is wel gelukt destijds, dat er jeugdspelers, daar was ik dan één van de exemplaren, maar er zijn nog andere ook Leidse spelers geweest die het eerste team gehaald hebben. En al met meer of minder succes, maar uiteindelijk wel de mogelijkheid om in het eerste te spelen was er wel. Ik heb altijd bij Leiden gespeeld, alleen het heette toen vroeger Bonastars. Want het was eigenlijk de vereniging die door Bonaventura was opgericht. Een pater op de school wilde jongens laten sporten. En had het basketbal als de goede sport voor jongens om lekker even hun energie kwijt te raken. Zo is het begonnen, Bona.
basketbal is ontstaan in studentensteden zoals Delft en Groningen, Amsterdam, Leiden. En ik heb altijd gedacht dat ondanks het geld dat er hier een markt was, dat er een bodem was waarop je kon zaaien en laten groeien en dat hier altijd basketbal zou zijn, omdat dit is een basketbalstad. Dat blijkt nu met ZZ Leiden, dat is wel bijna altijd uitverkocht. Terwijl ik ken hem ook wedstrijden van Parker, waar niet zoveel mensen zaten, omdat ze ook wel heel makkelijk wonnen in die tijd. Ja. Precies 6 jaar geleden, op 7 oktober, keerde het basketbal terug in Leiden. Parker Leiden werd ZZ Leiden. En de namen van het eerste uur waren J.S. Nash, George Besseling en de boomlange Johan Kuiper. Leiden werd toen gecoacht door Ivo Boom, die nadrukkelijk afscheid wilde nemen van het verleden. Inderdaad, het verleden ligt nu achter ons en we beginnen vandaag aan een nieuwe toekomst. Nou ja, dit is wedstrijd 1, de volgende nog 39. Dus ja, we gaan het gewoon maken. Een nieuwe toekomst begint vandaag. Op 29 mei 2011 werd het verleden voorgoed buitenspel gezet. In een bizarre ontknoping won Leiden met 1 punt verschil in de laatste wedstrijd tegen Groningen. De geschiedenisboeken moesten herschreven worden. En ik realiseerde me dat toen het eenmaal 3-3 was na de verloren wedstrijd op zaterdagmiddag in Groningen, dat er lag nu een kans. En voor mezelf als coach was ik nog nooit zo dicht erbij geweest. Maar ik wist ook dat bij dit team eigenlijk op 1 uitzondering na niemand zo dicht bij een kampioenschap was geweest. En dan kan je toegeven aan de spanning. Maar ik had zoiets van, ik heb van het verleden geleerd. Je moet je hoofd erbij houden, ongeacht de belangen van de wedstrijd. Het is namelijk aan mij als coach om dat geval om aan dat team leiding te geven. Nou had ik een ervaren team, wat zelf een heel eind kan komen. Maar juist in zo'n wedstrijd en dan ook nog eens die verlengingen erachteraan. Ja, dan is je kan je niet overgeven aan emoties. Je moet op dat moment moet je proberen de boel uit te schakelen en alleen te focussen op de wedstrijd. Een mooie bloedhete zondagmiddag in een afgeladen sporthal hier in Leiden. Toen was het voor beide teams erop om de ronde kampioen worden of inderdaad een hele lange ellendige zomer tegemoet gaan. Maar gelukkig heeft die rebound was nog niet zo geweest. Maar nu kunnen ze gaan feestvieren, want Leiden is na 33 jaar weer landskampioen. En de beelden verder, die spreken helemaal voor zichzelf. Wat een grandioze apotheose hier. Meer dan 3 uur basketbal. Nostalgie is, laat ik zo zeggen, je geschiedenis, daar moet je zuinig op zijn, die moet je bewaren. Hè? En de nostalgie, daar mag je daar iets minder mee nu hè, op. Want je hebt nu een kampioenschap van deze tijd. Ja. Maar die tijd van toen, dan denk erom, ik denk dat het kampioenschap van nu voortkomt uit de tijd van toen. Een halletje aan echt geworden. En zodra het vol zit, dan is het echt. Geeft het sfeer. En nog veel meer dan toen het een stuk kleiner was. Dus geen heimwee naar de Groenhoordhallen? Nee. Laten we zorgen dat we hier de boel vol krijgen. Elke keer weer. En dan misschien dat er ooit nog eens. Maar het Groenhoord, dat is. Nog zo hier ook weer. Mensen die die tijd van Elmex en Parker Leiden meegemaakt hebben. Het zij als wat ouderen in een bepaalde functie, maar veelal ook als supporters in die tijd. De jongens van 15 tot 18 in die tijd, die vormen nu een groot gedeelte van de businessclub en van het bestuur. Dus daar is het wel uit voortgekomen. Dus nogmaals, daar moet je zuinig op zijn, die geschiedenis. En vervolgens moet je nu zeggen, ja, we zijn nu kampioen en toen waren we kampioen. En we gaan kijken of we het nog mooier kunnen maken. Zes minuten voor tijd, dan fluit de scheidsrechter, kom ik op en dan is het altijd goedenavond, dames en heren. Nou, dan ga ik hier staan. Kosten of moeite worden gespaard. Aanvankelijk hadden we alleen daar tribunes. Nu hebben we aan die kant hebben we een hele grote blauwe tribune erbij. Dus nu moet ik mijn aandacht verdelen.
Bovendien komen daar de spelers vandaan uit het hok daar, zo waar de kleedkamers zijn. Dus eigenlijk, dan ga ik even met mijn rug naar je toe staan, eigenlijk sta ik maar dan maar meestal zo, zodat ik aan de ene kant mijn aandacht die kant op kan verdelen en de andere kant die kant op. Tweemaal voor nummer 5, Frank Turner. Naast de bal is aan de ene kant doe ik sport, hè, dat is sport, dat ziet er goed uit. En tegelijkertijd willen de mensen er ook nog iets leuks aan overhouden, ze een leuke avond hebben. Dus in dat jasje zit iemand die probeert op een professionele manier het amusementswaarde van die wedstrijd voor het publiek zo leuk mogelijk te maken. Dat is wat ik eigenlijk doe. Ja, ik heb er verschillende. Ik kan bijvoorbeeld zeggen 3. Of iets in die trant. Vorig jaar had natuurlijk Monte McGee die er nogal veel deed. Dus dan was het altijd Monte McThree of zo. Of was die op de lijn aan de werk. Terry Sauce 3 of zoiets. Hè? Dus het is ook een beetje een trucje natuurlijk. Maar dat hoort met je stem laat aanzwellen, hoger. En ja, dat werkt. De hele machinerie bestaat uit kleinere machientjes. En al die kleine machientjes hebben hun taken en taakjes. En dat is ook door een routine opgebouwd uiteraard. En al die mensen die doen hun dingetje. En die zorgen ervoor dat het zo'n heel groot geheel is. Waar men nu van geleerd heeft, vroeger was er een grote sponsor. En als hij stopte, zoals Parker stopte, zei hij van... Nou, ik weet misschien wel iemand die het voort kan zetten en het management. Elmex heeft dat toen nog een paar jaar gedaan. Met een veel kleiner budget werden ze niet meer landskampioen. Geen Europa Cup meer. Ook in de Eredivisie moeite om in de play-offs te komen. In het begin nog wel, maar later werd dat ook steeds moeilijker. En uiteindelijk gedegradeerd naar de Eerste Divisie. Op zich helemaal geen schande. Maar daar heeft men wel van geleerd. Ze hebben ze gezegd, we moeten niet één sponsor hebben. Maar een hele grote businessclub met wat kleinere sponsors. Met uiteindelijk wel één topsponsor. Maar met sponsors die daaronder zitten en die het breed dragen. En de Leidse stad... in hun hart hebben. Het leeft, want er is een uitbouw gedaan hier. Een hal die eigenlijk in de 1980 al opgegeven was, die is uitgebouwd en vergroot. En binnen Leiden en de omgeving leeft dat basketbal. En nogmaals, waar het helemaal oorspronkelijk begonnen is, weet ik niet. Maar de mensen zijn altijd die ploeg blijven steunen. En het is iets wat je heel weinig terugziet in Nederland. Mensen herkennen me nog steeds. En dan denk ik wel eens, jongens, het is voorbij, het is over. En toen vorig jaar Leiden kampioen werd, toen heb ik tegen anderen gezegd, zo, dit boek kan nu dicht. Want Leiden is weer kampioen geweest, dus dat oude boek kan weg. Nou, dit is dan vandaag nog één keer dat ik het erbij gepakt heb. Maar dan is het ook over.